Kinderen van de Laarbeekse basisscholen van de groepen 1 en 2 hebben dinsdagmorgen meegedaan aan de Olympische Waterspelen. Bij kindcentrum De Sprankel in Lieshout werden deze spelen gehouden. De kinderen hebben diverse spellen met en zonder water gespeeld. Het plezier stond voorop en daarnaast hebben ze actieve vaardigheden geleerd. Een buurtsportcoach van Laarbeek Actief heeft de spelen begeleid. Schouders achter. Heel goed, aan je handen lopen. Luister. En springen. En hoger. En hoger. En achterover. En zo hoog. Mag je lekker gaan buikschuiven? Met onze grote vriend. Wie durft daar zo hard? Anders mag hij niet mee. Ja? Even kijken, Chloe. En de eerste in de rij, die mag het shirtje aantrekken. Kijk eens aan, je hoofd. Hoe is het koud? Kijk, en dan hebben wij het shirt aan. En wij staan hier. En wij gaan die sponsen naar de andere kant gooien. En daar moeten ze proberen te vangen. Daaraan sluiten wij de slinger. Doe maar. Sluit maar aan bij de slinger. Drie, go, 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 go. Ja! Oh. Zullen we er iets meer zien? Kom maar eens kijken waar je wilt doen. Ja, maar we komen met een blote bak, hè? Ja. Juist, zo ja. Goed zo, kijk. Nou, oppakken voor. Oh nee, dan mag je dit naar binnen kijken. Kijk naar binnen. Goed zo jongens, kom op, voetballen. Ik zou gewoon weg. Handen vast, handen vast, handen vast. Schudden, schudden, schudden. Ik zou gewoon weg. Ja.